FC Twente, de voetbalclub uit Enschede, leeft weer. Onder leiding van directeur Erik Velderman is Twente nu ingedeeld in de veilige categorie 2 van de KNVB. Maar hoe vaak hebben we de afgelopen jaren niet gesproken of de club het zou redden, bungelend aan een zijden draadje? Zojuist het nieuws binnengekomen dat FC Twente zich aan het voorbereiden is op een faillissement. Grote problemen voor FC Twente. 5 jaar geleden waren we nog landskampioen en nu is gewoon 100 miljoen euro schuld. De licentie van FC Twente is alsnog onvoorwaardelijk ingetrokken. Dat voelt als een mokerslag. Ja, de mokerslag van uw voorganger. Het is eigenlijk best wel lullig, hè? Dat we elke keer weer beginnen met al die ellende uit het verleden. Ja. Welkom, meneer Velderman. Dank u. Ja. Maar u bent vast nog helemaal fris en fruitig. Nou, ik voel me helemaal vereerd dat ik dan niet met ellende hoef te beginnen. Nee, u kwam in een gespreid bedje. Maar een aantal mensen in ieder geval heel erg hartelijk kan danken voor het redden van de club. Ja. Ik denk dat de gemeente daar enorme bijdrage in heeft geleverd. Ja, natuurlijk aan mij de taak nu om naar voren toe te zorgen dat die club gezond blijft. Nou, in ieder geval, het goede nieuws kwam afgelopen week, hè? Categorie 2. Ja. Ging er toen een champagnefles open? Nou, wij hadden dat nieuws al in december. Wisten wij al dat het zo ging worden. Maar de KNVB die brengt dat nieuws pas formeel naar buiten als alle clubs ingedeeld zijn. Ja. En vandaar dat we dat dan formeel te horen kregen. Maar wij wisten dat in december al. Aan tafel zitten nog een paar andere heren. Houden jullie van voetbal? Ja, ik kijk wel graag naar voetbalwedstrijden, maar ik heb geen seizoenskaart of zoiets. Maar toevallig ga ik morgen ook wel, naar PEC. Naar PEC, regio Zwolle natuurlijk. Ja, zonde. Aan tafel ook meneer Neeskens. Ja, Heracles Almelo. Ja, ik ben een Almeloer, dus ja. Dus jullie hebben beide niet wakker gelegen van de ellende bij FC Twente? Om eerlijk te zijn, doet me wel wat. Ik bedoel, ik zag ze landskampioen worden natuurlijk 5 jaar geleden. Ja. En je bent daar toch ook wel weer trots op dat het uit Overijssel komt. En dat doet het je wel wat. Als je wil heel graag dat het overleeft. Ja, natuurlijk. Ja. En bij jou is het ook wel heel bijzonder, jouw vader. Die is toch wel eigenlijk, staat hij bekend als een van de eerste klokkenluiders eigenlijk van de ellende bij FC Twente. Klopt dat? Ja, dat is wel. Dat heeft hij altijd wel gezegd. Tenminste, dat was het verhaal wel. Het is wel dat hij. Ja, hij vertelde altijd al wel dat hij dacht van, ik weet niet hoe het allemaal gaat. En heel veel mensen die er ook aan refereerden, dat hij het heeft gezegd al op een moment dat niemand er nog over had. En dat is wel iets wat. Op een gegeven moment, toen het zo gebeurde, dat ik wel zoiets had van, heeft hij toch gelijk gehad? En daar was ik niet de enige in. Ja. En dat is wel apart. Dat is wel bijzonder. Ja. Kent u die verhalen ook allemaal? Ja, ik heb ze allemaal als niet-FC Twente medewerker meegemaakt natuurlijk. Hè? Ja. En ook ik zat natuurlijk naar kranten te kijken. Ik heb datzelfde gevoel eigenlijk dat ik zag dat Twente helemaal de afgrond inging. Ja, want u woonde al wel hier in Hengelo. En dan woon je 18 jaar hier en dan zie je dat gebeuren en dat doet enorm pijn. Want, ja, het is zo'n mooie club, het is zo'n mooie gebeuren wat we hier in Twente hebben. Uniek, ook als je vergelijkt met de rest van Nederland in clubs. In welk opzicht? Nou, het is echt qua uitstraling en binding met de regio en met de mensen die hier rondlopen. Heel sterk verweven. Het is onvoorstelbaar, ook als je ziet wat voor enorme steun je krijgt vanuit alle gremia om die club weer op de goede rit te krijgen. Natuurlijk is iedereen super kritisch in wat wij doen, hè. Dat zie je wel. Terecht, dus dan blijkt me terecht, toch? Terecht. Ja. Maar dit kan ik me bijna niet voorstellen dat andere clubs dit geluk hebben van zo ondersteund te worden. Nu bent u zelf wel echt gepokt en gemazeld als bestuurder. Ik lees even op, Nuon, NS, Arcades, Volker Wessels. Welke nog meer? U heeft de hele wereld gezien voor al die bedrijven. Dat zijn ze zo'n beetje. Dat zijn ze zo'n beetje, ja. En dan komt u terecht in de voetballerij. Hoezo dat? Ja, dat is heel bijzonder. Ik zat bij Volker Wessels en ik deed de telecomtak als statutair directeur. Zat ik achter mijn bureau met allerlei dingen het woord te bereiden. En ik word gebeld door een headhunter. En toen zei hij, sorry, je moet mij niet hebben. En die vroeg aan mij, bent u beschikbaar? Zit niet in de voetballerij. Nee, dat zei hij nog eens niet. Hij vroeg, bent u beschikbaar? Maar zoals u inmiddels weet, is Volker Wessels waarschijnlijk gaat hij naar de beurs toe. Ja. En dat was natuurlijk een van de spannende trajecten waar wij mee bezig waren. Ja. Dus ja, ik had dat prima naar mijn zin bij die club. En toch wilt u wel overstappen naar de voetballerij. Nou, hoe bijzonder is het dat je wordt gevraagd om voetbaldirecteur te worden? Ja, heel als je niet uit die sector komt, dat is toch heel apart. Maar weet u dan ook genoeg van het voetbal? Want stel, er moet bijvoorbeeld een speler verkocht worden. Ebicilio bijvoorbeeld, die is net verkocht. Ja. Of er moet een hele grote speler aangekocht worden. Dan heb je ook heel veel verstand van voetbal nodig, toch? Ik heb een waanzinnige collega, bij iedereen bekend, denk ik. Jan van Hals. Bekant
anders dan ik. Ik dacht al dat die naam zou komen. Jan die leert mij over de periode heen, leert hij me ontzettend veel over hoe het met voetbal zit. Ja. Maar de kennis die je opbouwt over de jaren heen, die kan ik natuurlijk nooit inhalen. Maar is dat een voorwaarde? Want ik had de eer om uw voorganger Onno Jacobs te spreken aan het einde van vorig jaar over zijn tijd bij de club. En toen zei hij van ja, voetbal slaat alles. Alles, alle wetten en regels die gelden in alle andere takken van sport, film, politiek, noem het maar, ja, die gelden niet in het voetbal. Hoe pakt u dat nou aan? Ik denk dat het een enorme voordeel is, zo gek als het mag klinken, dat ik er niet zoveel kennis van heb. Omdat ik toch wat onbevangen naar kijk naar de voorstellen die langskomen. Ook wat zakelijker misschien? Kijk, we proberen al die inkomsten en die uitgaven probeer je toch in lijn te brengen met elkaar. Want anders kun je ook niet gaan aflossen. Ja. Je kunt dan ook niet een gezonde club neerzetten. En ik heb de emotie, nog niet, misschien komt die nog. Ja. Maar de emotie niet om te kijken en ook de inhoud van het spel niet. Om te kijken of ik daar nou wel of niet goed aan doe om die speler te pakken. Dus je bekijkt het allemaal heel nuchter en heel veilig. Dus ik pak de financiën en ik kijk er gewoon heel praktisch naar. Ja, dus de situatie zoals die ooit is ontstaan bij FC Twente, die gaat onder uw bezielende leiding. Wat mij betreft beslist niet. Nee. Er wordt altijd gesproken over 2020, hè, het nieuwe beleidsplan. Ja. Wat moet er allemaal nog gebeuren? De eerste categorie is al, veilige categorie is al bereikt, maar... Nou kijk, we zitten nu in rustige vaarwater omdat we hebben kunnen herfinancieren. Ja. Maar Jan en ik gunstige zijn nu keihard aan het leningen natuurlijk. Ja. Sorry? Gunstige leningen nu, dus jullie kunnen weer vooruitkijken, geld uitgeven. Dat is lage rentelasten. Ja. We hebben een begroting, hè, en daarbinnen moeten wij zoveel mogelijk ook blijven. Dus het is niet alsof we nu geld uit kunnen geven. Want ik heb de ene lening voor de andere verplaatst. Dus het is niet alsof ik nu opeens daar een hele bak cash voor op mijn rekening heb. Dus u heeft nog steeds een portemonnee van beton. Het is precies. Het is hard werken om het allemaal goed in kaders te houden. Heel goed. Ja. Nou, ik wens u daarbij veel succes.